Camille. Nu ik al een dagje ouder word, laat mijn geheugen mij regelmatig in de steek. Ik vergeet het geheime nummer van mijn bankkaart voortdurend. Mijn bankcontactkaart ben ik ook al 2 keer kwijtgeraakt. Hoe kan ik trouwens geld uit de muur halen? Germijn Uitstekene. Beste Germijn Uitstekene, ik ben ook niet meer van de jongste, dus ik weet perfect waarover dat ik spreek. Nu, om mijn geheime code van mijn bankkaart te onthouden, heb ik een trucje gevonden. Een geheugensteuntje. Ik tel met name het aantal stappen van aan mijn deur tot hier aan het bankfiliaal. Dat is 1236. Schrijf dat even op. 1236. Daarvan trek ik af mijn leeftijd. Dat is 63. En dat vermenigvuldig ik met het aantal vingers aan de hand van mijn rechterhand. 5. Dat maakt dus een totaal van 5865. Dat is de geheime code van mijn bankkaart. Niet voor het vertellen, nee. Mijn geheime code zit in mijn kop. Maar soms durf ik ook al eens mijn bankcontactkaart kwijtspelen. Daarom bewaar ik ze op een veilige plaats. In de kluis van de bank. Ja, ja. Ik ben een kluisnaar, hè. Kijk, hierin bewaar ik dus allemaal dingen die dat ik dus zou kunnen vergeten of kwijtgeraken. De code indraaien ze. Mijn bankkaart. Hier belangrijk. Het reservesleutelje van deze kluis. Want als ik dat sleutelje kwijt ben, dan zou ik er niet meer in kunnen. En een appeltje voor de dorst. Ik heb nu geen dorst, dus ik ga het gewoon terugsteken. Let nu goed op, Janine, want ik ga nu geld uit de muur halen. Ik heb hier dus bij deze financiële instelling heb ik een zichtrekening. En ik ga even kijken wat het er nog een klein beetje goed uitziet. Je moet geen schrik hebben van de technologie, want als je een Mr. Kas. Oh, dat is ook maar een mens, hè. Dag, Mr. Kas. Hoe is het met Mrs. Kas? Alles goed? Zeg, uw glazen ziet een klein beetje vuil, hè. Dat kan ik eraf kuisen. Voilà. Je zegt jou direct, lijkt Mr. Proper. En doe die mondje een keer open. Jij kleine snoeper. Ja, wat wil je weten? Tik uw geheime code in. Voilà, 40 euro, 2 briefjes van 20. En je zult nu zeggen, amai Camille, voor de mensen op uw leeftijd, 40 euro, je hebt ook niet veel gespaard. Maar dat is natuurlijk maar de zichtrekening. Het grootste gedeelte van dus mijn kapitaal, dat bewaar ik dus thuis onder mijn matras. En dus de briefjes die ik dus nu heb afgehaald, die ga ik gewoon terug binnengeven in de bank. En zij zetten die dan terug op mijn zichtrekening. En ik doe dat elke dag. En door dat dus veel te doen, en zo vergeet u uw nummer niet, hè. Dat is een soort van dingen, hè. Van, ik ben het nu vergeten, hoe noemen ze dat? Een geheugensteuntje.